Het is weer een prachtige dag in Content V, jongens. Welkom bij deze nieuwe video. We zitten hier vandaag in het grote hoofdkwartier. En ik heb een hele leuke planning. Hier voor mij heb ik een leuk to-do-lijstje te doen vandaag. Ik wil vandaag boodschappen doen. En dan denk je wel aan boodschappen, maar dat wordt zo meteen duidelijk. Zorgen voor onze chefkok plus 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 plus. De trofee opruimen. We hebben hier achter onze grote trofee staan die nog steeds aan een paar drones hangt. En dat kan natuurlijk niet langer, jongens. Die moeten we opruimen en een leuk plekje geven. Spannend! Het kantoor van Erik wil ik onderzoeken, want het kantoor is nog steeds een beetje afgebakend. Maar ik wil weten wat hij daar verbergt. En tot slot meneer KB uitnodigen voor seizoen 3. Want we gaan binnenkort beginnen met seizoen 3 van Content Veen, jongens. Het is eindelijk zover, hoor! Oké, maar laten we beginnen met ons eerste taakje boodschappen doen. Want, jongens, ik heb hier een boodschappenlijstje gemaakt voor jullie. Lopen we even het kantoor in hier. Ik wil een glass bottle of meerdere glass bottles, meerdere blaze powder, meerdere nether wart en meerdere magma creams. En als je een beetje een Minecraft kennis hebt, dan weet je wat we gaan doen. Als in waar dit voor nodig is. Maar waarom ik het nodig heb? Oh, dat is even spannend, hè, jongens. Okay, laten we de boodschappen gewoon doen op Marktplaats. Kijken of we daar wat kunnen krijgen. En waar kan je beter naar Marktplaats kijken dan hier in de grote serverspan? Heb je tegenwoordig ook sniffers? Kijk, hij ruikt echt. Laten we even kijken bij Marktplaats hier. Wat kunnen wij hier bij elkaar toveren? Eigenlijk hoop ik gewoon vooral dat hier blaze powder wordt verkocht. Oh, blaze powder heb ik al. Ik hoop gewoon een magma cream. Anders moet ik naar de nether gaan en weer een heel avontuur beleven. Leuk, leuk, leuk. Oh, kijk, dit gaan we kopen zo. Maar ik wil eigenlijk gewoon het kopen. Het is niet voor niks een boodschappenlijstje, weet je. Oeh, nether wart kan ik ook kopen. Dat is helemaal een dikke handel. Maar helaas geen magma cream. Die is heel taai. Dat wordt obsidian kopen. Terug naar huis in wereld 3. Wil je nou trouwens meedoen op deze server, dan kan dat gewoon. Je moet gewoon naar play.contentveen.nl. De IP staat groot in beeld. Speel je nou Bedrock Editie 26006. Doe nou even mee, jongens. Het is gratis. Kom nou spelen. Dan moeten we heel even snel een snelle netherpoort opbouwen. En ik denk dat ik dat gewoon eventjes hier doe bij de boten en zo en bij de dieren. Gewoon even tijdelijk een kleine hier. Doe hem hier. Zo. Hij heeft helemaal niet mooi te zijn. Het is gewoon simpel. Even zoals dit. Doen we hem hier. Misschien dat we hem ook wel hier gewoon kunnen houden dan. Weet je, waarom niet? Waarom zou ik hem hier niet houden? Dan hebben we ook een netherportal. Ik ga letterlijk nooit naar de nether, maar dan hebben we hem maar. Hier hebben we 12 nodig. Oh, nee, ik heb hem te breed gebouwd. Ik heb hem inderdaad te breed gebouwd. Nee, nu gaan we weer hakken. Dat duurt weer lang. Oh, dat valt wel mee. Ik heb een snelle pickaxe. Kijk, kunnen we gewoon simpel zeggen. We doen zo. Hoppakee, dan bouwen we dit dicht. Zo. Hierheen, hierheen. Nu is hij ook nog wat langer. Dat past ook wat meer in de stijl. En dan... Oh, badabim. Hij doet het. Oh, hij doet het wel. Kijk, jongens, dit ziet er ook nog niet eens zo heel verkeerd uit dat ik hem hier heb geplaatst. Vervangen we dirt ook nog eens voor concrete powder. Hartstikke mooi. En dan ziet het er al helemaal goed uit. Nou, laten we er net in gaan op zoek naar magma creams. En volgens mij... Wat is dit nou weer voor rare netherportal? Volgens mij spannen die beesten echt toevallig in deze biome. Van die magma cubes, toch? Zijn het. Ik kom nooit in de nether. Als mijn kennis ergens weinig is, is het al die van de nether en de end. Al moet ik zeggen, de end is niet zo moeilijk, maar de nether... Is mijn kennis een beetje minimaal. Maar we komen er wel uit. Niks aan de hand, jongens, hier. Ik hoorde er... Yo, heb ik nodig. Volgens mij heb ik jou nodig. Ik weet niet of het klopt. Of dat ik... weet ik van wat. Komt-ie. Sterf. Oh, mijn god. Jij gaat me echt... Jij... Damage. Oh, mijn god. Ik zit helemaal kapot. Dat stond ineens voor me. Nou, sterf. Jij ook. Ja, die ding had ik nodig. Oh, jullie gaan in de lava. Dat is niet heel tof. Hier, kijk, jij moet dood. Ja, ik heb er nu al 2. Maar ik wil er eigenlijk meer hebben. Zullen we jou redden? Hier. Kom maar. Oh, ik zei redden. Dan moet je me niet pijn doen. Zo, hoppakee. En dan hebben we er gelijk genoeg. Toch? Niet in de lava. Ik wil je spullen oppakken. Oh, ik heb je. Zo, we hebben er 4, jongens. Meer dan genoeg. Laten we hier weggaan. Terug naar huis. Terug naar binnen. Terug naar boven. Door het kantoor. Hé, wat is dit nou weer? Huh? Wat is dit nou? Wacht er even voor, jongens. Hier komen we elk moment op terug. Ik heb dat ding nog niet eerder gezien. Zat die er net ook? Vast wel. Oké, dan heb ik even wat glas nodig voor wat glazen bekertjes. Zo, dan heb ik een 9. Dat is eigenlijk precies genoeg. Maar trouwens nog iets meer. Ik heb er als het goed is 12 nog. 12 zou ideaal zijn. Ja, 12. Prima. Als het goed is hebben we dan alles. Ja, dan hebben we alles op onze dingen, jongens. Alles op ons lijstje. Dan moeten wij maken met wat cobblestone. Een brewing stand. Zo, hoppakee. Plaatsen wij even mooi hierop. Dan gaan we deze 12 flesjes allemaal vullen met water. Kan ik dat naar beneden hier overleven? Dit overleef ik. Het is een pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terug naar boven. Daar komt de jongens. We gaan maken... Oh, ik heb... Wacht even hoor. Eerst moeten we dit allemaal doen. Allemaal even wat benzine als het ware. Zo. Wij gaan maken... Eerst awkward potions. 12 stuks gaan we er maken. Dan met de 12 stuks die we hier netjes hebben, jongens... Kunnen wij maken... Als het goed is met de 4 magma creams... Komt-ie.
Potion of Fire Resistance hebben we mooi. Maar die moeten we wel eventjes ook gewoon 4 keer 4 maken. 4 keer 3, sorry. Maar dat is hetzelfde als 3 keer 4. Maar het is 4 keer 3. Genoeg! Genoeg maken. Zo, hoppakee. Maar de potions duren nu nog maar 3 minuten. Dus dat gaan we met redstone gaan we dat even verlengen. Shoot is zorg redstone ervoor dat de tijd een stuk langer wordt waarmee je je potion kan gebruiken. Ja, nu zijn ze 8 minuten. En dan kunnen wij tot slot, jongens, kunnen we er met gunpowder splash potions van maken. En dan hebben we het eindresultaat. Zo, dan hebben we genoeg wat we nu moeten doen tot slot. Het is eigenlijk al klaar, maar ik wil ze wel renamen naar zonnebrand. Oh. Zonnebrand. En we kunnen ze nog niet allemaal renamen, want mijn XP is op. Dus wat we doen is, we stoppen tijdelijk even hier degene in die nog niet zonnebrand heette. En voor de rest heet alles al zonnebrand. Oké, top. Nou, nu zal je wel afvragen waarom we dit doen, jongens. En het slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar dat maakt het leuk. Want daarvoor moeten we op het volgende puntje in de agenda kijken. We kunnen het boodschappenlijstje wegstoppen. Zorgen voor Chef Kok +++. Dus laten we daar maar heen gaan. En daarna gaan we kijken wat dit ding hier is. Ik weet namelijk niet wat het is. Hallo? Chef Kok +++. Wie ben jij? Hallo? Hallo, Harlo Haker. Weet jij of meneer KB thuis is? Ik volg je. Is meneer KB thuis? Hé, hey, hier staat ook al zo'n gek iets. Robo Rob 9000. Wat is dit? Dit is hetzelfde als wat bij mij thuis staat. Hallo? Oh, ik ben blijkbaar niet welkom. Welkom, mijn stem sloeg over. Weet je, ik kom zo wel terug voor meneer KB. Ik heb zonnebrand voor hem, het is 30 graden tegenwoordig. Je weet maar nooit, ik wilde voor hem zorgen, maar... Harlo Haker, laat me niet binnen. Je bent stom! We komen zo wel terug. Oké, meneer KB is even niet thuis, maar ik heb vernomen dat hij zo meteen terug is. Dus dan is dat puntje op de agenda gaan we zo meteen doen. Laten we dan gelijk even kijken wat dit hier is. Er staat een boekje op, zo. Bedankt, heet het. Beste opperbevelhebber, Knalnut. Knalnut ook echt. Heel erg bedankt voor het nieuwe kantoor. De feng shui komt goed tot z'n recht. En als ik aan het werk ben, word ik helemaal zen. Dat is de bedoeling. Dus dat is een goed resultaat. Omdat ik zo'n geweldig kantoor heb gekregen, wil ik graag iets terug doen. Daarom deze robot. Het is geen gewone robot. Nee, nee. Deze robot geeft je wijze raad. Trek aan zijn arm wanneer je wat raad kunt gebruiken. Let op, echt alleen om raad te vragen wanneer je het nodig hebt. Anders ontploft hij. Je weet wat ze zeggen. Stay feng shui, Chef Kok KB. Dat rijmt. Wat een goede afsluiter. Je weet wat ze zeggen. Stay feng shui. Abonneer op meneer KB. Oké, jongens. Ik heb wijze raad nodig. Meneer KB is niet thuis. Ik kan niet de zonnebrand aan hem geven. Ik werd niet binnengelaten door Harlo Haker. Dus ik ga je arm trekken. Ik heb wijze raad nodig. Je hoeft geen... Wat? Je hoeft geen pad te volgen. Maak er zelf een. Dit is precies wat ik nodig had. Ik hoef helemaal niet het pad te volgen om meneer KB's huis in te gaan. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maak er zelf een. Dankjewel, meneer de robot. Dat gaan we zeker doen. Wat nou als wij hier gewoon ongeveer op dit plekje zo... Maak even wat ruimte vrij. Zo. Slopen we even wat blokjes hier en daar. Alleen, hoe gaat ons eigen pad eruit zien? Dat is een beetje de vraag, jongens. Daar moeten we nog even over nadenken. Nou, over nadenken, daar gaan we gewoon gelijk mee bezig, natuurlijk. Heel moeilijk gaat dat natuurlijk niet zijn. Gewoon in de stijl van ons gebouw. Zo, een soort ingangetje voor de bunker. Natuurlijk een beetje zoals dit. Dan hier misschien zelfs wat slabs er tegenaan. Zo. Oh, ja. En dan hier stairs. Ja. Dit is prachtig, jongens. Laten we nu kijken hoe ver we moeten. We gaan gewoon helemaal naar beneden hakken. Oh, als het goed is zijn we er. Even kijken. Waar zijn we? Is dit, meneer... Oh, we zijn iets te laag, denk ik. Maar dat maakt niet uit, want als het goed is moeten we hier zijn. Ja, hier moeten we zijn. Kijk, laten we de ingang mooi hier maken. Zo. Gaat hij vast geen last van hebben. Ik sloop half zijn basis. Hallo, let niet op mij. Oké, we moeten... Want ik wil precies dat hij hier in het midden uitkomt. En dat is ongeveer dus... Even kijken, want we gaan een pad er naartoe maken. Zo. Hij gaat echt denken, wat is dit voor random iets? Nee, wacht. Het moet wel een trappetje naar beneden zijn. Anders klopt het natuurlijk niet. Oké, jongens. Ik heb hem compleet aangepast. Van boven is hij niet meer te herkennen. Ik dacht, het kan wel leuk gewoon een heel platform bouwen en zo. Maar dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling, weet je. Ik dacht, ik kan beter gewoon een klein gat maken. En als je daar dan inspringt, kom je hierheen. Zo, hoppakee. Heb hier de sleutel of de sleutel, de putten naar de andere kant. Dan kan ik beter hier, dit zie ik nu, gewoon zo doen. Dan sluit het mooi af. Dan loop je leuk naar beneden hier. Dan heb je je eigen route en dan kan... Hij staat er weer. Hallo Haker, laat me weer niet binnen. En ik heb net mijn eigen pad gemaakt. Je hoeft geen pad te volgen. Maak er zelf een. Wat denk je dat ik gedaan heb, meneer de robot? Kijk, ik heb hier een hele eigen bunker gemaakt. Dat was een eigen route naar de bunker hier. En hallo Haker, laat me weer niet binnen. Man met bril. Kijk, veel te vrolijk. Bewaker van meneer KB. Weet je... Smeer je in, Harlo Haker. Het is warm. Het is 30 graden buiten inmiddels. Vergeet je niet in te smeren. Harlo koekje. Oh, dankjewel voor de koekjes. Dat vind ik wel leuk. God, ik hoef ze niet. Vieze koekjes. Oké, laten we snel terug naar huis gaan.
Weet je wat? Ik doe... Nee, ik ga naar huis. Ik ben wel dankbaar voor het advies dat ik heb gekregen. Oké, laten we snel teruggaan naar ons to-do-lijstje, anders redden we het vandaag niet meer. Ik moet wel alles op het lijstje af hebben, jongens. We hebben hier Robo, meneer de robot, die ons af en toe advies geeft. Maar ik heb vandaag al genoeg advies gehad. Boodschap gedaan. Zorgen voor chefkok plus plus plus. Dat moet dan nog maar even wachten. Laten we dan de trofee even opruimen, jongens. En dat is een heel simpel taakje. Jongens, daar zijn we weer en we hebben een prachtig plekje voor de beker gecreëerd. We hebben hier het, ja, die vliegende drone of die, weet ik veel, die beker in de lucht vloog. Hebben we weggehaald, die hebben we daar geplaatst. En ik heb hem een leuk eilandje gegeven, zodat hij er ook nog eens goed uitziet. Er zijn nog een paar dirtvlekjes die eventjes gewoon gras moeten worden, maar dat gebeurt vanzelf. Ik ben in ieder geval heel blij. Ik dacht, weet je, laten we gewoon een nieuw eiland creëren. En stel, we krijgen ooit nog een keer iets groots, zodat we geen plekje kunnen geven of zo. Dan kunnen we altijd weer een eilandje creëren, weet je. Dat is gewoon een hele leuke manier om ons grote eiland kleine eilandjes toe te voegen. En die hebben, zoals dit, een grote beker erop. En ik heb zelfs het redstone systeem gekopieerd en geplakt. Het was even nog uitzoeken, want ik had het allemaal weggehaald. Toen dacht ik, wacht. Hoe heeft hij dat eigenlijk gedaan? Maar gelukkig hebben we het uitgevogeld. We zijn goede YouTubers, jongens. Alleen heb ik wel heel verdrietig nieuws. Meneer KB, die komt niet meer online. Dus we moeten het achterlaten in de brievenbus. In plaats dat we hem echt zonder brand kunnen geven. Niet leuk, hoor. Dan pakken we wel gewoon een saaie dingen zoals dit. Hè, ik wou het leuk doen, maar dan moet ik het maar weer als brief achterlaten, meneer KB. Niet leuk, dit. Hier. Pakken we maar een boekje. Zo gaan we hierheen. Gaan we zijn kantoor in. Hier heeft een prachtig kantoor. Een barrel hier. Het boekje van Walnoot. Beste kietelboef. Beste kietelboef. Omdat we natuurlijk alweer in juli leven. En het warme weer ons lekker opwarmt. Dacht ik, heer Walnoot. Nee, baas Walnoot. Nee. Opperbevelhebber Walnoot. Meneer KB mag natuurlijk niet verbranden. Nee, het past niet. Laat ik eens voor KB zorgen. Onze chefkok plus 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 mag natuurlijk niet verbranden wanneer het weer eens 30 plus graden is. Dus smeer je goed in. En geniet van het lekkere weer. Groetjes. Opperbevelhebber Walnoot. En dan tekenen we hem. Niet verbranden. Zo. Ik vind het wel een leuke brief. Stoppen we hem hierin zo. En dan doen we hoppa, 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 hoppa. En that's it. Meer krijg ik niet. De rest wil ik ook bewaren voor andere mensen. Kijk, dan smeren we onszelf ook even mooi in. En... hoppakee! Oh, hoppakee! Ingesmeerd, jongens. Oh, nu hebben we wel overal particles. Maar ja, we hebben in ieder geval voor 8 minuten kunnen we nu niet verbranden. Stoppen we even wat nieuwe smeerseltjes hier in de la hier, hoppakee. Laten we dan gelijk even onze lijstje hier even afwerken. Boodschappen had ik al gedaan. Zorgen voor chefkok plus 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 heb ik nu ook gedaan. We zorgen dat hij niet verbrandt. Trofee opruimen heb ik gedaan. Meneer KB uitnodigen voor seizoen 3. Moet dan even wachten tot de volgende aflevering. Want hij is er niet. De meneer KB. Schoft dat het is. Nee, grapje, meneer KB, we houden van je. Dus die moeten we heel even postponen naar volgende aflevering. Laten we dan nu nog even het kantoor onderzoeken van Erik. Meneer Erik, zijn kantoor is hier, jongens. Hij heeft een dichte deur. En als je zou zeggen, nou, ga dan via Groene Shirtgast zijn kantoor daarheen. Want daar hebben jullie natuurlijk een brug ooit gebouwd. Ja, dat is leuk. Die is hier. Maar die heeft die dichtgemetseld. En hij heeft dit ook allemaal gebarricadeerd. Hoe gaan we... Wacht, kunnen we niet... Oh, nee, daar kom ik niet. Wacht. Oh, nu zit ik vast. Dit sprongetje is te halen. Nee, dit is te halen. Ik weet het zeker. Oh mijn god, nou, maakt niet uit. Wat is hier? Kan ik hier kijken? Hoe gaan we dit doen? Want ik wil niet zomaar naar binnen breken. Dat is natuurlijk een beetje stom, jongens. Ik wil wel op een coole manier inbreken. Wacht, ik heb een idee. We gaan heel sneaky zijn. We gaan hier langs het randje zo. En dan... Oh, er is daar een ladder. Iemand anders heeft eerder geprobeerd in te breken. Wacht, kijk. Erop. Ja! Oké, we zijn er. We zijn er. We hebben gewoon op een leuke manier ingebroken. Laten we even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Hij heeft die boekjes. Beste YouTuber, wat is dit? Hij heeft geheime boekjes. Oh, leven van loser. Beste YouTuber en boekenquil. Laten we dit allemaal even lezen. Dit is van onze Erik. Hoi, mijn naam is Walnut Einde. Dit heb ik niet geschreven. Dit is door Rick Force, leven van een loser. Wat is het? Oh,
Oh, jongen, hij bewaart boeken van Rick, die Erik. Ik heb zo'n gevoel dat Erik misschien stiekem Rick is die undercover is. Want hij heeft gewoon het leven van de loser. Hoi, mijn naam is Wan, het einde. Wat? Dit is slecht. Beste YouTuber, vraagteken. Rick... Jongens, dit kan niet. Dit kan niet in het kantoor van meneer... In het kantoor hoofdkwartier. Dat kan niet. Die Erik heeft in het hoofdkwartier van ons dit soort boekjes... Oh, wat is dit? Snode plannetjes. Dit boekje is enkel bestemd voor Rick Force. Ben jij dit niet, dan mag je dit absoluut niet lezen. Sterker nog, de politie is zo onderweg. Tatu, tatu. Weet je wat, jongens? Ik neem dit boekje mee. Dit boekje neem ik stiekem mee. Zo, stoppen we het even. Gaan we het in een geheime barrel stoppen. Die barrel stoppen we hier. Kijk, zo, hoppakee. Hier stoppen we de barrel. Daar stoppen we het boekje in. En dan bij 4000 likes op deze video. Ja, je hoort het goed. 4000 likes. Nu even liken. Gaan we in de volgende video de geheime plannetjes van Rick Force lezen. En dan gaan we erachter komen of Erik daadwerkelijk Rick is. Ik denk het wel. Hij klinkt hetzelfde en hij ziet er hetzelfde uit. Ja, we hebben wel een beetje door wat die Erik aan het doen is, jongens. Ik word hier gewoon verraden. Er is gewoon ingebroken in mijn hoofdkwartier. Maar voor nu gaan we deze video afsluiten, jongens. Vergeet zeker eens even niet te liken. 4000 likes, jullie weten. En ben je toch aan het liken? Abonneer dan ook eventjes. We zitten op het moment op de 302.000 abonnees. Kijk hoe mooi dat is. 302. Dus je moet gewoon eventjes abonneren. En ben je nu geabonneerd, kijk dan ook lekker even deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan snap je wat meer wat er gaande is. Dit is een hele feng shui video. En nu spreek ik later. Klaasje wel. Telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.